Vandaag Hollandse pot, maar wel even anders dan anders. We maken slavink met sperziebonensalade. En daar heb je voor nodig slavinken, sperziebonen, kruimige aardappelen, snacktomaatjes, wat zwarte olijven, een ui, balsamico-azijn en gedroogde Provenzaalse kruiden. En dit is echt een heel leuk recept. Dus als je met me mee wilt koken, kun je de boodschappen terugvinden op de site en op de app. Daar kun je het boodschappenlijstje uitprinten. Daar kun je ook het recept even nalezen. Zelfs even de versnelde video als het vandaag een beetje te lang voor je duurt. Dus ga even naar die site toe en kijk eventjes wat je precies moet doen om met me mee te koken. En dat is precies wat we nu gaan doen, want we gaan gauw aan de slag. Ik ga zo vertellen wat we allemaal precies gaan doen vandaag. Maar ik begin even met het opzetten van twee pannen met water. Eentje is voor de aardappels en de andere is voor de sperziebonen. Dus vul ze even beide ruim met water. En gooi ze even op het gas of op de inductie, wat je thuis ook hebt. Dan ga ik zo meteen even toelichten wat het plan vandaag is. Dit is de eerste. Deksel erop. En deze is voor de sperzieboontjes. Dan doe ik ook even een dekseltje op. Want wat gaan wij vandaag doen? We gaan iets heel leuks doen. We gaan namelijk aardappelen, groenten en vlees maken. Maar dan op een andere manier dan je waarschijnlijk vaak gedaan hebt. Want anders zou het misschien wel een beetje erg saai zijn. Wat ga ik doen? Ik ga slavinken bakken. Die ken je natuurlijk wel. Dat zijn die lekkere gehakt dingen met zo'n baconrolletje eromheen. Heerlijk. Daarbij gaan we aardappels maken. Die gaan we niet alleen maar gewoon koken. Maar die gaan we ook pletten. En een heel lekker krokant korstje in de oven geven. En van de sperziebonen maken we een lauwwarme salade. Dus het wordt echt hartstikke lekker. Ik heb hier de slavinken liggen. En waarschijnlijk heb je ze al wel vaker gemaakt. Slavinken, die moet je altijd op lage temperatuur vrij lang garen. Het is natuurlijk varkensvlees, dus dat duurt wel eventjes. Dat moet ook wel goed gaar zijn. En ze zijn omwikkeld met spek. Dus pak even een koekenpan erbij. En verwarm die even voor op het vuur. Dan kan je er alvast wat olie in gieten. Ik gebruik vandaag olijfolie. Even een goede scheut, zo'n 2 eetlepels, misschien iets minder. Beetje afhankelijk van hoe goed je anti-aanbaklaag in de pan is. Laten we hem er maar eventjes doorheen walsen. Laat je die even warm worden. En dan gaan de slavinken erin zodra de olie heet genoeg is. Ik heb hier natuurlijk aardappeltjes. En die aardappels gaan we vandaag niet schillen, maar we gaan ze gewoon schoonboenen en in hun geheel koken in de grote pan met water. Dus je moet ze wel even afspoelen. En boen ze gewoon even een beetje schoon met je handen. Deze kan je bij het plastic doen. Ik heb vandaag ook de grill aangezet. Ik ga namelijk straks die aardappels niet in de oven doen, maar onder de grill. Dus als je dat nog niet gedaan hebt, doe dat dan ook nog eventjes. Maar dat gaat ze straks goudbruin en knapperig maken, die aardappels. Maar daarvoor moet je ze wel eerst even voorkoken. Want alleen in de oven, dan, dat lukt niet. Dus als je ze even voorkookt, een kwartiertje ongeveer, dan kan je daarna ze in de oven onder de grill gooien. En het is natuurlijk eigenlijk wel heel lekker om die aardappels eens een keer in de schil te koken. Want meestal schillen we ze. Maar het is zo ontzettend lekker om ze in de schil te houden. Want ze krijgen en meer smaak erdoor. Je behoudt ook meer vitamines erdoor. Het scheelt werk. Ik vind het alleen maar heel handig. Deze staan klaar voor zometeen. En dan heb ik nog een snijwerkje, namelijk sperzieboontjes. Die sperzieboontjes, dat zijn hele sperziebonen. Die zijn nog niet schoongemaakt, die zijn nog niet gebroken. En je ziet het, deze sperziebonen, die hebben hier een steeltje en hier een puntje. De meeste mensen snijden ze aan beide kanten weg. Maar eigenlijk kun je dat puntje gewoon opeten. Dus wat je doet, is het steel aanzetje eraf snijden. En dit kun je gewoon laten zitten. Nou moeten we ze natuurlijk ook wassen. Maar dat doe ik liever nadat ze gesneden zijn. Want ze liggen nu eigenlijk precies zoals ik ze wil hebben.
En dat kun je heel makkelijk doen door ze gewoon eventjes op gelijke hoogte te zetten. En dan ga je er met een scherp mes eventjes langs. En dan snij je zo rats in één keer een heleboel van die steelaanzetter af. En dat herhaal je natuurlijk met alle sperziebonen. Ondertussen is die olie goed heet aan het worden. Dus zodra die heet is, ga ik wel de slavinken erin leggen. Maar ik snij nog even door. En hier zie ik er wel eentje die nog omgekeerd zit. Die mag wel af. De slavinken in de koekenpan met olie. En dan denk je, jij kookt altijd voor 4 personen. Hoezo heb jij 5 slavinken? Nou, dat klopt. Zoveel zitten er in een verpakking. Maar ze zijn ook heel lekker om bijvoorbeeld op brood te doen. Of morgen voor de lunch gewoon op deze manier mee te nemen naar je werk. Bak hem dan wel even eerst natuurlijk. Dus bak hem gewoon en doe er wat creatiefs mee. Hartstikke lekker. Goed, deze laat ik rustig even bakken. En die bacon die zorgt er natuurlijk voor dat de binnenkant lekker bij elkaar blijft. Maar die geeft ook straks een heel lekker knapperig korstje. Dus geef hem even een tik aan de buitenkant. Keer hem om als het nodig is. En daarna zet je het vuur zacht en laat je de binnenkant rustig garen. Zodat ze niet uitdrogen. Nou, heel even door laten bakken. Snel weer terug naar onze sperziebonen. En zoals je ziet, kan ik onwijs goed mijn eigen boontjes doppen. Dat is een hele flauw grap, hè? Kijk eventjes. De laatste hand. Eens even kijken. Zo, zo, zo. Dan kan dit in de groene bak. Gaan we even gauw de slavinken omkeren. We krijgen al een mooi goudbruin korstje. En dat wil je natuurlijk helemaal rondom hebben. Dan gaan we de sperziebonen wassen. Gewoon even afspoelen onder de koude kraan. En ook deze laat ik nog even staan, want het water kookt bij mij nog niet. Dus laat ze maar even uitlekken. Zodra het water kookt, kunnen ze in het kokende water. Gaan wij weer even de slavinken een rondje draaien. En terwijl de slavinken nog even doorbakken, ik heb nog meer groenten vandaag. Ik heb ook nog tomaatjes, want ik zei het al, we gaan een lauwwarme salade maken. We gebruiken niet het hele emmertje. Dus gebruik eventjes ongeveer 300 gram. En hou de rest lekker als snack voor je kinderen om morgen in het boterhammentrommeltje mee te geven. Doe ik zelf ook heel vaak. Groenten in plaats van fruit of groenten en fruit. De meeste kinderen zijn dol op tomaatjes. Dus die hoef je niet weg te gooien. Nou, heel veel water vandaag. Deze moet ik ook even uit laten lekken. Water kookt bijna.
Hey, het water kookt. Dat betekent dat de aardappels erin kunnen. Gaat een snufje zout in het water. En dan gaan de aardappels in hun geheel. Nou, trouwens, ik zeg dat wel, maar ik zie een paar hele grote ertussen zitten. Die halveer ik eventjes nog snel. Ik wil natuurlijk wel namelijk dat ze tegelijkertijd gaar zijn. Zo zijn ze ongeveer even groot. En deze gaan nu in het kokende water. Doe dat voorzichtig, want het spettert natuurlijk. Dan laat je deze koken. Ze hebben ongeveer een kwartier nodig. Dan zijn ze zacht genoeg om ze een beetje te pletten, zodat ze die oven in kunnen. Maar dat is voor strakjes. Even terug naar de slavinken, want die moeten weer even gedraaid worden. En ik denk dat het vuur ook wel wat zachter kan. Die zijn mooi aangebraden nu, zoals je ziet. En nu gaat het natuurlijk met name om die binnenkant. Dus zet ze nu even op middelhoog vuur. Dan gaart dat ondertussen even verder. Het water voor de spersieboontjes kookt ook. Ook een klein snufje zout erin. Die spersieboontjes hebben natuurlijk veel minder lang nodig dan de aardappels. Dus een minuutje of 5 is genoeg. Zet even een timertje. En spoel ze dan af onder de koude kraan als het snel gaat. Maar 5 minuutjes vind ik voor spersiebonen altijd zat. Want ik hou ervan als ze lekker knapperig zijn. Nou, die staat op. Ga ik nog eventjes de tomaten snijden. De tomaten die we gaan gebruiken voor de lauwwarme salade. Jullie moeten wel blijven liggen. Ja, dank je. En ik pak er even een kom bij waar we de salade in gaan maken vandaag. En die tomaatjes, ja, snij ze hoe jij het leuk vindt. Ik ga ze halveren. Je kunt ze ook in kwarten snijden. Maar goed, slavinken dus. Blinde vinken, boerenvinken, rundervinken. Ho, er zijn nogal wat vinken. En dan heb ik het niet over de vogels. Maar wat is nou het verschil? Onze vriend slager Gert-Jan, die gaat het ons uitleggen. Het woord vink doet vermoeden dat dit bekende stukje vlees afkomstig is van het gelijknamige vogeltje. Dat is niet het geval, maar een connectie is er wel. Vinken worden zo genoemd omdat een stukje vlees lijkt op het lijfje van het vogeltje. Vroeger, ongeveer 100 jaar geleden, werd de vink, de vliegende variant, door de rijken, de mensen die het goed hadden, als een bijzondere lekkernij gegeten. De armen konden het niet betalen, dus die probeerden de vink na te maken. Zo rolden ze gehakt in een lapje kalfsvlees, zodat de kleur en vorm op het lijfje van de vink leek. Maar omdat de ogen ontbraken, noemden ze het blinde vink. De blinde vink wordt in het Franse gedeelte van België oiseau sans tête genoemd. En in Vlaanderen vaak vogel zonder kop of loze vink. Een naam met een lange geschiedenis dus. De meest bekende vink is de slavink. Maar de blinde vink, die was er dus als eerste. Dit klassieke stukje vlees wordt traditioneel gemaakt van kalfs gehakt, ontwikkeld met een mooi stukje kalfsvlees. Tegenwoordig wordt er ook vaak varkensvlees voor gebruikt. Het grote verschil tussen de blinde vink en de slavink zit hem in het jasje. De slavink bestaat meestal uit gekruid varkensvlees of een combinatie van varkensvlees en rundvlees. Een leuk weetje is dat het woord slavink bedacht is door een Nederlandse slager. Hij vond het namelijk lekker om sla bij dit stukje vlees te eten. Nou, en toen was de slavink geboren. Dan is er nog de rundervink. Rundervink, de naam zegt het al, wordt gemaakt van rundvlees. Runder gehakt, omwikkeld met een dun plakje rundvlees. Dit zijn de drie klassiekers. En dan zijn er nog varianten, zoals de boerenvink. De boerenvink is een vink van varkensvlees. Eigenlijk net zoals de slavink, maar met meer kruiden. Gember, korianderzaad en cayennepeper vind je niet in de klassiekers, maar wel in de boerenvink. Welke vink je ook kiest, een vink is een stukje vlees dat eigenlijk overal bij kan. En bereiden kan in de pan. Maar grillen op de barbecue maakt elke vink toch net een ietsje lekkerder. Dankjewel Gert-Jan voor deze duidelijke uitleg. Volgens mij zijn de spersieboontjes klaar. Dus die giet ik af. Ik heb hier 23 zeven staan. Dus één van die zeven gaan we gebruiken. En ik spoel ze ook meteen koud onder de kraan. Want ze garen door als je ze niet afspoelt.
En er zijn twee dingen. Eén is dat ze dan slapper worden. En twee is dat ze ook een beetje een lege groene kleur krijgen. En ik vind bij een spersiebonen salade moet je toch wel echt lekkere frisgroene spersieboontjes hebben. Dus stop het garingsproces door even de koude kraan eroverheen te laten gaan. Even uit laten lekken. Nou, die zien er heerlijk uit. Nog steeds knapperig, maar wel mooi groen. Nou, slavinkjes gaan goed. Ik ga nog even een uitje snipperen voor door de sla. En we gaan een spersiebonensalade maken met een lekkere dressing met balsamico-azijn. We gaan er nog olijfjes doorheen fijn hakken. Tomaatjes natuurlijk en spersiebonen en een fijn gesnipperd uitje. En het is natuurlijk ook weer een hele goede salade om bij een barbecue te serveren. Als je misschien een keer een barbecuefeestje hebt of zo. Tenminste, wij doen dat thuis wel eens. We hebben namelijk zo'n hele mooie grote barbecue. En ik vind het altijd heel gezellig om daar zoveel mogelijk op te leggen en dan allemaal mensen uit te nodigen. En het makkelijkste is dan toch wel vaak dat je een grote tafel maakt met allemaal salades. En daar is dit er zeker één van. Het is kleurrijk, je kunt hem helemaal van tevoren voorbereiden. Hij heeft veel smaak. Dus probeer hem echt een keertje. Kan je ook in grote hoeveelheden makkelijk maken. Dus het is echt een aanrader. Zo. Ik snipper hem natuurlijk wel even echt fijn. Met rauwe ui is dat altijd het lekkerst. Dan hou je slavinken natuurlijk in de gaten, want die moeten natuurlijk niet te hard gaan. Zo. Even een tikje zachter, want ik hoor het al. Het gaat best wel hard. Nou, gaat nog goed. Deze kant kan al even een tikje hebben. Zo. Dan gaat de ui bij de salade. Gaan we eens eventjes kijken hoe het met de aardappels gaat. Nou, bij mij zijn ze gaar. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Sommige aardappels hebben gewoon wat langer nodig. Hoe groter ze zijn, hoe langer ze nodig hebben. Het hangt van je pan af, het hangt van het vuur af. Dus als je nu prikt en voelt dat ze nog een beetje aan de harde kant zijn, laat ze dan nog even een paar minuutjes staan. Maar ik ga wel vast verder. Ik zet weer even een van de zeven... eventjes in de gootsteen. En daar giet ik de aardappels in af. Oh, eentje naast gevallen. Deze zet ik even opzij. En zoals je ziet heb ik hier een bakplaat staan. En wat ga ik nu doen? Ik ga iets heel erg leuks doen. Ik ga namelijk de aardappels pletten op de bakplaat. En dan ga ik ze eventjes roosteren in de oven met olijfolie. Pak even een stukje bakpapier erbij. En dat heb ik inmiddels al wel vaak verteld, maar dat doe ik natuurlijk vooral omdat het fijn is dat je dan minder afwas hebt. Als je geen bakpapier in huis hebt, dan kun je namelijk ook die aardappels gewoon op de bakplaat gooien. Kieper ze eventjes op het bakpapier. En pak dan even de vork of een houten lepel. En met die vork kun je ze een beetje fijn pletten. Je hoeft ze niet helemaal tot puree te stampen. Maar gewoon een klein beetje, zodat ze een beetje kapot breken. Nu zie je ook waarom ik dus kruimige aardappels had gepakt. Want met vastkokende aardappels is dit natuurlijk een stuk lastiger. En gewoon een klein beetje structuur erin maken. Zo.
Ik laat er ook nog een paar een beetje heel. Dat vind ik er ook mooi uitzien. Daar gaat lekker wat olijfolie overheen. En dat is extra vierge olijfolie. Je kunt het ook nog even op smaak brengen met wat peper. Ik heb al zout toegevoegd aan het water toen ik ze ging koken. Dus dat kun je laten. En dan gaan ze in de oven onder de grill, dus zo hoog mogelijk in de oven. En laat ze dan lekker goudbruin roosteren. Zo. Dan gauw weer terug naar de salade. We waren bezig met de spersiebonensalade met ui en tomaat. En daar moeten we nog een dressing bij maken. Ik zet eventjes alles klaar wat we nodig hebben. Voor de dressing gebruik ik balsamico-azijn, olijfolie, zout, peper en wat Provençaalse kruiden. En wat ook wel fijn is om de kom of om de dressing in een kom te maken. Dan voegen we 3 eetlepels olijfolie toe. En lekker wat balsamico-azijn. Ik doe iets meer dan een eetlepel. Normaal gesproken zeg ik natuurlijk altijd dat het 1 op 3 is bij een vinaigrette. Maar balsamico-azijn is wat zoeter en iets minder zuur dan witte wijnazijn. Dus daar kun je wel wat scheutiger mee zijn. Een dikke eetlepel, dus zeg 1,5 tot 2 eetlepels balsamico. Dan een beetje peper en zout. En dan kluts je hem even met een vork of met een garde. Dan hebben we nog de Provençaalse kruiden. Daar heb ik ongeveer een theelepel van nodig. Die is natuurlijk vrij sterk van smaak, dus pas op dat je niet uitschiet. En natuurlijk altijd even proeven wat je gedaan hebt. Hij is lekker, hij is een beetje zoet. Hij is lekker kruidig door die kruiden, door die specerijen. Wat ik ook nog toe ga voegen, zijn zwarte olijven. En die olijven die ga ik heel erg fijn hakken en door de salade heen scheppen. Ook deze giet ik even af. En dan even met het mes erdoorheen hak je ze fijn. Blijf ook ondertussen natuurlijk je vinken in de gaten houden. Nou, deze zijn bijna klaar. Ik heb hier een heel potje olijven gebruikt. Maar ja, ik ben ook echt een olijveneter. Ja, wat denk je als je Italiaans bent? Dan gaat dat automatisch. Maar je kunt ook een half potje olijven toevoegen als je het een beetje veel vindt. Kijk maar even wat je lekker vindt. Ik vind het lekker om ze echt fijn te hakken. Want dan gaan ze als het ware een beetje door die dressing heen zitten. Dat is toch weer even wat anders dan wanneer je ze gewoon heel laat. Dan wordt het echt onderdeel van de dressing namelijk. Deze schep ik bij de salade. En dan wacht ik wel nog heel even met het toevoegen van de dressing. Want ik wil eerst even zien hoe het met de vinken en de aardappels gaat. Maar dit is uiteindelijk wel ongeveer de salade. Minus de dressing dan. Oeh, die worden mooi. Die zijn er bijna. De vinken kunnen uit. Nog
één keertje draaien. Laat ze lekker in die pan zitten, want dan blijven ze lekker warm. En geef mij meteen even de tijd om te vertellen wat ik morgen ga maken. Want morgen ga ik iets echt compleet anders maken dan vandaag. Ik ga namelijk een Thaise rijst met saté maken. En dat gaan we doen met een Thaise rode currypasta. Dat is namelijk nogal een gedoe om die zelf te maken. Er zitten heel veel specerijen, kruiden, pepers, van alles en nog wat in. En het is heel makkelijk dat die natuurlijk ook al kant-en-klaar zijn, bestaat. En het geeft echt iets bijzonders aan je gerecht. Dus ik zou zeggen, kijk morgen weer. Want dan maken we iets wat je misschien normaal gesproken lekker afhaalt. Wordt echt heel erg lekker. Deze is warm, staat klaar. Hier kan de dressing bij. Dan gaan we hem natuurlijk eventjes goed omscheppen. Dan kan je het beste even met een grote lepel doen of met een tang, wat je prettig vindt. Kijk eens wat een kleurrijk feestje. Juist door die ronde gekleurde tomaatjes, die natuurlijk allerlei kleuren hebben, wordt die nog feestelijker. Nou, hier, met zo'n salade maak je mij eigenlijk al heel erg blij. Wat we erbij gaan maken is natuurlijk ook heerlijk. Maar hier word ik ook al heel erg blij van. Nou, die piepers die zijn mooi goudbruin. Heb ik plek om ze neer te zetten? Ja. En hij is loeiheet, hè? Dus doe dat echt voorzichtig. Hoppa. Daar zijn ze. Gegrild. Lekker een beetje goudbruin gebakken. Helemaal gaar en zacht. Hé, hey. Hallo. Ja, die zit los. Gauw die oven weer dicht. En een bordje pakken om het op te scheppen. Aardappels doe ik even met een grote lepel. Kijk, wat ziet dat er mooi uit, hè? Het is toch altijd weer net even anders dan anders. En het is een van de manieren waarop ik aardappels zelf echt heel erg lekker vind. Even die krokante korstjes pakken, want die zijn natuurlijk uiteindelijk het allerlekkerste. Ja, zo. Netjes verdeeld over vier. Dan gaat er wat van die heerlijke frisse salade bij. Dan leggen we er een beetje zo bovenop. En wat dan ook zo lekker is, is dat die dressing ook in die aardappel trekt. Die is nu nog lekker warm. En die dressing, die hebben we natuurlijk net gemaakt met heel veel smaak, dus laat die in godsnaam lekker in die aardappel trekken. En dan een mooie slavink erbij. Nou, aardappelen, groente, vlees. Maar heus niet zoals je hem gewend bent. Ik ben hier heel erg blij mee. Ik hoop jij ook. Maak er even een foto van en post hem even op social media met de hashtag Wat eten we erbij.